Leuk dat je er weer bent. Het is weer tijd voor een vlog. Ik zit net in de VPRO-gids te lezen. Dat doe ik wel vaker. Er staat een artikel in over mensen die hun kabelabonnement opzeggen. Het is geschreven door Ilse van der Velde. Klaarblijkelijk gebeurt dat steeds meer in Nederland en in het buitenland, dat mensen hun kabelabonnement opzeggen. Zelf ben ik 2 jaar geleden gestopt met televisie kijken op de ouderwetse manier. Sporadisch kijk ik nog iets op uitzending vergist, maar dat is het dan ook wel. Ik kijk heel selectief tegenwoordig en dat bevalt me zeer. Het artikel sluit aan op een vlog van een paar weken geleden, waarbij ik Henk Haaghoort van de NPO duidelijk probeer te maken dat mensen tegenwoordig anders televisie kijken. En dat ze niet meer de hele avond voor de buis gaan zitten als een soort couchpotato. Mensen zijn geen couchpotatoes meer. Mensen die kijken heel selectief. En sommige mensen kijken gewoon helemaal niet meer. En die houden daar een dagboek over bij. Een blog. Diary of a Cord Cutter wordt het ook wel genoemd. Want deze mensen heten Cord Cutters. Ik ben benieuwd naar jouw televisiegedrag of hoe jij nog televisieprogramma's kijkt. Laat het vooral achter in het commentformulier. En wie weet komt daar nog mooi materiaal uit voor een andere vlog. In de vorige vlog had ik het erover hoe leuk het wel niet is om een kaartje te ontvangen. En hoe leuk het zou zijn als we wat meer post naar elkaar gingen sturen. Slakkenpost wel te verstaan in plaats van alleen maar te liken op Facebook. En kijk eens aan, ik kreeg zomaar een kaartje van iemand naar aanleiding van die vlog. Een hele mooie illustratie van Loisel, dat is een Franse stripmaker. En ik ben toevallig ook Peter Pan van hem aan het lezen, dus het kan allemaal niet op. De toeval van vandaag, heel erg leuk. En deze heb ik gekregen van een illustratrice en vormgeester die opereert onder de naam Inkspotten. Dus check voor haar site op inkspotten.nl. En die vond het gewoon leuk, die stuurt wel vaker kaartjes naar mensen. En ze verzamelt ook postzegelschrijver. Dus dat vind ik zeer charmant. Dankjewel voor deze leuke kaart. Tot slot nog even het stripplaatje van de week. Die staat in Fantastic Four nummer 5. Uit 1962 van Jack Kirby en Stan Lee. En wat ik daar grappig aan vind is het volgende. Het is het eerste optreden van de Incredible Hulk in de Fantastic Four. Het is namelijk heel normaal in het Marvel-universum dat de superhelden en schurken elkaar constant tegen het lijf lopen. Dus personages van verschillende series komen in elkaars serie voor. Zo kan je opeens die Avengers op de koffie hebben bij Fantastic Four. En zo kan je Daredevil zomaar samen zien met Spider-Man. Je kan het zo gek niet bedenken. Maar het eerste optreden van de Hulk uit de Fantastic Four was in de vorm van een comic. Over product placement gesproken. Oftewel wat we tegenwoordig ook sluikreclame noemen. Dat is de eerste nummer van de Hulk. Werd al eerder aangekondigd in het nummer daarvoor van de Fantastic Four. En hier zien we Johnny Storm. Die leest de eerste strip, de eerste comic van de Incredible Hulk. En zo te zien is hij daar zeer mee in zijn nopjes. Nou, dat vond ik erg grappig. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Thank you.